Dames en heren, als ik even uw aandacht mag, want ik wil graag een paar woorden aan de nieuwe ondernemer in dit bedrijf, toch wel namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, tot u richten. Zoals u misschien weet of niet, ik ben Wout Jansen, wethouder van onder andere alles wat met groen en eten van eigen bodem te maken heeft. Ik ben zeer verrast toen ik hier binnenkwam. Op de middag heb ik al, bij wijze van groente, heb ik een oester gegeten. En die smaakt ook echt naar een oester. En dat is verbluffend. Het was hartstikke lekker. Ik heb ook nog wat andere kleine blaadjes mogen proeven. Ik heb een kilo groente opgedronken in een borrelglaasje. Ik heb nou een... Ik ben eigenlijk al vanaf mijn jeugd, heb ik een frustratie opgelopen dat ik eigenlijk een hekel aan groenten heb. Ik heb altijd heel weinig groen. Maar dit is zeker voor mij ook een heel goed alternatief om toch de nodige groenten zeg maar op de voedingsschaal binnen te krijgen. Ik ben echt heel verbijsterd eigenlijk. Dan ben ik ook heel trots dat we zo'n bedrijf weer in Lelystad hebben. Een goede aanvulling in deze tijden, een innovatief ontwikkeling van het eten van zelfgekweekte groenten. Ik heb hier ook de greenwall gezien. Wij hebben in het gemeentehuis ook een greenwall, maar ik moet nog wel eens even met u gepraat en gesproken gaan worden, want deze ziet er toch wel florissanter uit, als ik heel eerlijk ben, als die wij in het gemeentehuis hebben. Dus ik ben blij verrast, maar ook trots dat ik namens het college van burgemeester en wethouders eigenlijk de officiële opening mag doen. We maken er ook echt een heel positief persbericht van, zodat vele mensen in Lelystad de wetenschap hebben dat dit prachtige bedrijf nu in Lelystad gevestigd is. Ik wil u daarbij hartelijk feliciteren namens het college van burgemeester en wethouders en ik wens u heel veel succes. We gaan inderdaad proberen de stad wat groener te maken. En ik wou eigenlijk mijn eigen personeel, ook 10 van ons voor, alle jongens die er staan, alle meiden die er staan. Hartstikke bedankt voor de steun en de harde werken van de afgelopen maanden. Ik wil natuurlijk ook Kana bedanken voor alle steun, onze leverancier. En ja, ik hoop dat we er wat van kunnen maken en dat iedereen lekker aan de groente gaat. In een klein glaasje. Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad zijn wij zeer vereerd dat we deze openingshandeling mogen verrichten voor een groener Lelystad. En dat wil ik graag met eigenaar doen. Ja, de ene kant. Hierbij ook.